Deze beschouwing die is naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van een kijkeraar. En die had het over. Want wat, dat was naar aanleiding van. Laat ik even dat ding erbij pakken. Oh ja, en ik heb, er, ik heb er zelf een kopje thee bij. Dat betekent dat ik helemaal geen haast ga lopen maken. En ik vind ook dat jullie dit ook niet moeten doen. Dit gaat echt even duren. Dit gaat een uur duren. Dus doe maar even pauze en ga mijn thee halen. Voor straf. <laughs> Kijk, het was echt een hele goede comment. Even kijken. De is van Bas van den Berg. En die komt met een vraag. En dat is naar aanleiding van beschouwing 215. Die is erg goed hoor. En morgen gaat 217 geüpload worden. En dat is deel 2. En beschouwing 215 die heeft als titel... Over atheïsme voor atheïsten en andere mensen... Ja, morgen komt dus uh, daarvan deel 2. Beschouwing 217. 216, 216 is vandaag gepland. Maar naar aanleiding van 215 komt Bas van den Berg met de volgende vraag. Heb je misschien een aanrader voor mij op het gebied van het woord? In grote lijnen kan ik me hier absoluut in vinden. Echter is het voor mij lastig om het woord. Grijpbaar te maken. En in die beschouwing 215. daarin sta ik stil bij de, het eerste vers. alleen maar het eerste vers. van het vierde evangelie van het Nieuwe Testament. En dat is Johannes. Johannes hoofdstuk 1. en dan vers 1. Er is één zin. Met drie beweringen. En de eerste bewering is, in den beginnen was het woord. De tweede bewering is, het woord was bij God. En de derde bewering is, het woord was God. Dus ooit was het woord gelijk aan God. Dat is Johannes 1, vers 1. Nou, ik ga het hebben over het woord en de waarheid. En voordat ik daarop inga, uh, sta ik even stil bij het feit dat ik bezig ben met de voorbereiding van het grote koolstofdioxide-experiment. En ik heb nu twee uh, medestanders, die staan al op de lijst. En ik ben bezig om het plan te gaan uitwerken. Om alle details van tevoren uh, ja, af te lopen, op te schrijven, even over na te denken. En dat document met het plan, dat zet ik natuurlijk op internet. En dan kan jij het zelf gaan lezen, kan je kritiek erop gaan geven. En, dat is het allerbelangrijkste, ik zou het leuk vinden als je reageert en zegt dat je mee wil gaan doen of mee wil gaan denken. Of dat je het een goed idee vindt. Of dat je iemand kent die wel mee wil doen of zo. Ik ga dan wel een lijstje maken met de mensen die. Mogelijk, noodzakelijk of handig zijn erbij. We hebben toch meer, actieve mensen toch wel een, een handjevol nodig, denk ik. En het zou ook leuk zijn voor het grote geheel: hè, dat iedereen wat doet. Dat is best te doen. Je maakt er allemaal kleine deelprojectjes van. En uh, als dan al die deelprojectjes klaar zijn. dan komen we allemaal met de resultaten van de deelprojecten bij elkaar. En dan maken we het ding af. Van de week uh, zie ik uh, mijn vriend Wim weer. Wim. Uh, Wim Kruidentuin dus. En ik zit te denken aan zijn tuin. voor de locatie waar we het experiment gaan doen. Ik neem aan dat hij het wel goed vindt, maar aan de andere kant, ik wil graag een plek waar je geen schaduw hebt. En dan ga ik even aan Wim vragen hoe dat zit met de schaduw in zijn tuin, of we daar last van hebben. Bij mij op het balkon bijvoorbeeld heeft het geen zin. Dus het liefste heb ik echt een open plek. Nou ja, dat is dan nog een dingetje om op te lossen. Het handige als het bij Wim zou kunnen is dat Wim uh, goed internet heeft en het is bij hem in de tuin, dus uh, ja, de afstanden tot de stopcontacten en zo zijn niet te groot. Dus. Nou, maar goed, we gaan, uh, dat is het CO2-experiment. Het linkje daar naartoe, uh, of er staan twee links hieronder. Als je zin en tijd hebt, dan klik er even op en ga er even naar luisteren. Dus interessant. Iemand moet wat doen om op te komen voor die arme boeren. Want als de boeren de bok zijn, dan zijn wij vervolgens ook de bok. Begrijp dat, alsjeblieft. Wij hebben boeren keihard nodig. Er is geen alternatief anders dan dat alle boeren uh, die hun land kwijtraken. en dat het voedsel voortaan geproduceerd wordt in hele, ja, hele grote landerijen, multinationals, Monsanto en zo. Dat is het enige alternatief. Stenen en zand kan je niet eten. Hè? Dus er moet ergens iemand zijn die toch landbouw pleegt. En als onze boeren het niet mogen, dan betekent dat dat wij niet meer onze eigen groenten en fruit mogen maken. En dan mag je toch gaan voelen dat daar iets heel grondigs, gevaarlijks in zit. Ik kan al die mensen van de milieubeweging wel ja, in de edele delen getrapt denken. Ik vind het echt erg mensen. Ze weten niet waarom ze vragen. En het vervelende is, waar zij om vragen, dat krijgen wij vervolgens ook. Ja, ja, ja. Bedenk goed dat het niet positief is als, uh, als de voedselvoorziening, de productie daarvan, als dat alleen nog maar gedaan wordt door overheidsinstellingen. Die onder controle staan van de EU en de EU staat onder controle van uh, de Heilige Vader in zijn heilige stoel. Want die man heeft het nog nooit goed bedoeld met ons. Die wil niet het beste voor ons. Snap dat nou een keer. Maar goed, het woord en de waarheid. Kijk, ik heb nagedacht over wat Bas uh, mij vroeg. En ik heb hem een tip gegeven. En dat is het essay en het heet Der Gedanken van Gottlob Freken. En Gottlob Freke, dat is een idool van mij... Niet dat ik voor hem kniel. Hè? <laughs> ik overtreed niet het tweede gebod van Mozes. Maar het is een man die ik uh, inspirerend vind. Zeker voor de tijd waarin hij uh, leefde. Uh, dus, uh, toen dus, de uh, 19e eeuw of zo was dat. Even goed kijken. Hij was een tijdgenoot van uh, Bertrand Russell. Ja, hij is geboren in 1848 ja, ja. en hij is overleden in 1925. Hij is een Duitse filosoof, logicus en wiskundige. En hij heeft gedoseerd aan de Universiteit van Jena. Hij is tijdens zijn leven ja, hij die helemaal genegeerd. Toen, toen hij, ze hebben, bij de universiteit van Jena, hebben ze in het archief de notulen gevonden van een vergadering van het bestuur van de universiteit. Waarin besloten werd om bij het afscheid van Gottlob Freken, de man ging met pensioen, dat ze bij het afscheid niks zouden doen. Ze vonden dat wat passen bij het feit dat Gottlob Freken, toen hij dus werkte voor de universiteit. had hij ook niks gedaan. Dus. Ja, om die nietsnut te eren. zouden ze dan helemaal niets doen. Uh, voor zijn pensioen. Dus hij heeft niet een receptie gehad of zo. Dat zal hem denk ik weinig geïnteresseerd hebben. Hij heeft ook toen gezegd. Want Mensen begrijpen niet wat ik bedoel. Want ik kan. Er is geen drukker die mijn schema's kan drukken. Hij wijte het aan de beschranking. <laughs> aan de beperking hè, van de, de drukkers van die dagen. De drukkerijen. Ze konden alleen maar lettertjes. Uh, uh, in zo'n letterkast uh, eruit pakken. en dan op zo'n. Uh, zo die balkjes doen. en ja, dan uh, aan elkaar klemmen. en dan uh, paginaatjes geschreven tekst. Maar hij was bezig met. De, de aard van de tekst. Dus als iemand iets zegt. dan kan je daar een schema van maken. met pijltjes en blokjes. En voor hem was dat heel inzichtelijk. En wat hij nodig had, was een drukker die dat kon drukken. Maar die drukkers waren er niet. Tegenwoordig zou dat geen probleem meer zijn. En tegenwoordig is er software. En dan kan je de wereld aan programma's. En dan heb je monitoren van 21 inch. 21 inch, 40, 50 inch in, in diameter. En dan software erbij met, ja, er al de pijltjes in trekken die je maar wil. Onderlinge verbanden leggen en ja. Dus ik weet niet veel van zijn theorie daarover hoor. Maar ik weet wel waar hij het over had. En ik denk dat hij gelijk... Dat, nou, hij had... Hij zag met Bertrand Russell En Bertrand Russell is dan wel nog zo aardig geweest om... In elk geval met Gottlob Frege in discussie te gaan. Waardoor Gottlob Frege toch nog enigszins beroemd is geworden. Want anders hadden we misschien Gottlob Frege helemaal niet gekend. Dat had ook nog gekund, hè? En ik weet dat die twee uh, die stonden op totaal verschillende uitgangspunten. Stonden voor totaal verschillende uitgangspunten. En Bertrand Russell, die, dat was de man van de descripties. En uh, Gottlob Frege was de man van. Uh, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. <laughs> ja, kortom, ik heb die discussie dan voor mijn... Ik heb gestudeerd hè, in die hoek. En ik was het helemaal eens met Freke. Dat weet ik nog. Er was toen een heisa over het zinnetje... De koning van Frankrijk is kaal. En dan in de taal van, Free, van Russel... Dan werd dat uh, uh, kx. Dat is de functie die aangeeft of x de koning van Frankrijk is. Of nou fx, laten we dat maar zeggen. Hoofdletter f en dan kleine x. Dat is uh, koning van Frankrijk. Dus de x is de koning van Frankrijk. En dan kx. Hij is dan x is kaal. En dan zeg je in de taal van Bertrand Russell. Er is een x. Waarvoor geldt? Dubbele punt. Uh, fx. Dus x is de koning van Frankrijk en kx. x is kaal. Dus er is een x waarvoor geldt dat die f is en die x is ook k. En het leuke van die methode is dat als iemand zegt de koning van Frankrijk is kaal en er is op dat moment helemaal geen koning van Frankrijk, dan is die zin niet waar. Logisch gesproken. Want er is, er is misschien wel een x die k is... maar die x is niet tegelijkertijd f. Dus is er geen x die zowel k als f is... dus is de zin niet waar. Ja, dat lijkt allemaal een geneuzel in de ruimte. Maar dat is het niet helemaal. Behalve dat Bertrand Russell die neuzelt in de ruimte. Dat is zijn stokvisje. Nee, stokpaardje, sorry. En God op Vrege, die zou zo'n zin als de koning van Frankrijk is kaal, dan zou die zeggen: Nou, als uh, K het predicaat is dat je kaal bent, en de koning van Frankrijk dat is een, een term, nou die term die noemen wij uh, F, zeg maar. Hè? Dan zeggen we: F heeft de eigenschap K. Oftewel K, haakje openen, F, haakje sluiten, en die is waar. En het feit dat F. ...er helemaal niet kan zijn... ...omdat er helemaal geen koning van Frankrijk is. Dat was op dat moment ook zo. Dat is nu ook zo. Er is momenteel geen koning van Frankrijk. Ja, ze vreken... ...dat is een in de ruimte. Dat doe ik niet aan. Dan is degene die dat zegt... Uh, ...niet echt op de hoogte van dat wat hij zegt. Hij zei ook... ...ik weet nog altijd in die... Discussie tussen Frege en, en Russel over de concepten van taal. Is dat Bertrand Russel tegen Frege schreef van ja, maar je kan toch niet menen dat als iemand het heeft over de, de Mount Everest, daar ging het letterlijk over, dat hij het dan heeft. Over die hele berg, inclusief alle rotsen. En de beestjes die er langs lopen. En de mensen die het beklommen hebben. En de, 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 dat allemaal in één uh, term. Maar Godlof is zat van: ja, waarom niet? Want dat is toch wat iemand zegt. Uh, met andere woorden, iemand die zoals ik. Uh, ik ken de Mount Everest alleen maar van fotootjes en meer niet. En wat, wat, wat voor gehoord, zo. Maar je niet. En je hebt mensen. En die wonen onderaan de Mount Everest. en. Ja, die zijn wel eens een keer uh, omhoog gelopen. Hè? Ja, als zo iemand iets zegt over de Mount Everest. dan zegt hij ze heel anders. dan iemand als ik. Volgens Freken. Want het gaat vreken om. der gedanken. Het is de gedachte die je hebt. Die stuurt de taal aan. Nou, dat werk van hem, uh, Derek Gedanke, dat heb ik dan getipt aan, uh, aan Bas. Uh, kijk er maar eens naar. Het moet ergens. Ik heb niet echt. Nee, ik heb het nog niet gevonden, hoor. Dat is uh, een originele tekst, maar ik heb het wel in handen gehad. Er is aan te komen. Dat is alweer heel lang geleden. Twintig jaar geleden heb ik dat een keer gelezen. En ik vond het een ontzettend leuk stukje. Erg goed te begrijpen. Hij maakt in zijn... Uh, in zijn taalfilosofie uh, heeft hij drie uh, domeinen van het woord. Hij nemen het woord peri. Huh? Nou, peri, dat is, uh, dat is een graveem... Dus woord, een, dat is een geschreven woord. Dat is P-E-R-R-Y. Niet met I-E, maar met een Y. Dat is erg belangrijk. Ik vind, peri met I-E, ja, ik ben het niet hoor. Dat is dus de ene kant van het woord. Nou, de andere kant van het woord, peri, dat is. Um, ja. Stel je. Je weet niet wie ik ben. Hebben we nog nooit gezien, hè? En uh, wij. Oh ja, en, en dan heb je uh, veel naar mijn beschouwingen geluisterd. En uh, je hebt al eens iemand gesproken, die heeft mij een keer wel gezien. En uh, dan heb jij een bepaald beeld in mij, in je hoofd van mij. En als iemand tegen jou zegt, Perry, ja, dan denk je niet aan ik die momenteel achter de microfoon zit. Want jij hebt mij nog nooit gezien. Maar je hebt wel een beeld van mij. En waarschijnlijk, als wij op een of andere samenspierig bijeenkomst of zo, dan komen we allemaal samenspieren. Dat jij ik, kan denken op een bepaald moment: van hé, hey, frip, dat is Perry. En dan stap je op me af, en dan zeg je: Ben jij toevallig Perry? En dan zeg ik: ja. Hoe kom je erbij? Nou. Zeg jij dan, nou ik heb je geluisterd naar je beschouwingen. En, 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 en toen zag ik, dus, zag ik jou lopen. <laughs> en ik moet even lachen, dat dus schiet me nou een goede mop te binnen. En toen zag ik jou lopen. En toen dacht ik, nou dat is Perry. Dus dan heb je drie aspecten van Perry: je hebt het woord Perry, je hebt het begrip. Perry. En je hebt Perry. Te weten ik. Geboren 1959, 29 augustus. Ik ken hem wel. In ieder geval mijn moeder. Die, die zegt altijd wel, ja. Oh, daar heb je Perry weer hoor. Mijn moeder weet nog niet echt dat ze een grote fan van me is en dat ze heel erg trots is op mij. Maar daar komt ze op een dag nog wel achter. Ik ben hartstikke tevreden over mijn moeder. Dus, ze heeft niet alles goed gedaan, maar ja, wie wel. Ja, Daar zeuren we niet over. Kijk, Perry is die jongen die bijvoorbeeld zo'n ding heeft met zijn moeder. En met zijn zus en met vrouwen in het algemeen. En, dat is Perry zelf. En je hebt natuurlijk dat Perry van zichzelf zegt dat hij problemen heeft gehad met zijn moeder of een rol heeft eh, met zijn zus en met vrouwen in het algemeen. En dat is weer het begrip van Perry. Dat is Freke. Uh, hij heeft het over zien en bedeuting. De zin, de zin, S-I-N-N, dat is, dacht ik, betekenis. Ik ga hem even erbij pakken. Translate zien. Uh, Icelandic detected. <laughs> Sien dat, uh, dat is Duits en op zijn Nederlands is het betekenis. Ja. En dan betekening. Vraag me af wat betekening. Ja, dat vertaalt ook naar betekenis. Kijk, <laughs> ja, dat zijn de filosofen die je moet hebben. Maar Gottlob Frege die maakt een duidelijk onderscheid tussen zien en bedeuten. Op zijn Nederlands, tussen betekenis en betekenis. Zien, <laughs> ja, dat is de inhoud van het woord. Dus uh, peri is een man, de bla 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 bla. de zien, dat is dat. De zin is de verzameling van gedachten waarmee je de bedoeling kan aanwijzen. Je gaat. Uh, iemand zegt tegen je. Van, oh, als, je even, als je toch naar de supermarkt gaat. Uh, wil je dan. Uh, ja, nootjes meenemen van het ene merk. Je weet wel. Ja, de naam schiet me even niet zo te binnen. Maar het was. Uh, die en daar en daar. En uh, vorige week waren ze in de aanbieding. En uh, het is iets met cashewnoten. Maar dan geen cashewnoten. Maar die andere noten. Je weet wel wie ik bedoel. Ik, ja? En dan ga je dus met die hele scene. Die betekenis van. Dat soort noten wat je moet hebben, ga je naar de supermarkt, in je hoofd dan. Hè? En dan met die betekenis loop je langs al die schappen. En denk je, ah dit zijn ze. En dan neem je dat zakje mee en dan zegt jouw vriend of vriendin, ja, inderdaad. Nou, wat die vriend of vriendin jou vertelde over welke noten zij of hij wilde. Wat die vertelde, dat was de SIN, de S-I-N-N. -N. En dat zakje wat je mee terugnam van de supermarkt. dat is de bedoeling. Tja. Ja, het zit goed in elkaar. Ja, dat gaat dus over taalstructuur. En dat kom je eigenlijk ook wel tegen in de ouderwetse taalfilosofie. En dan ga ik helemaal terug naar. Augustinus, een van die katholieke. <coughs> Sorry dat ik het moet zeggen, maar goed, ja, het nou is nu één keer zo. Maar Augustinus was een van die katholieken. En die kwam. In die dagen had je het over. Nomen, omen, res. En nomen, dat is de naam. Omen, dat is de betekenis. En res is het ding of de zaak. Dat is dan hetzelfde als met uh, is omen en res. Uh, omen is dan het begrip, de betekenis. Dus dat is de zien. En dan res, dat is de bedoeling. En Freke bediende zich dan van zien uh, en bedoeling. En qua structuur van taal, denk ik dat, dat Freke gelijk heeft. En ik ben van mening dat, dat dat waar ik mee bezig ben, dat dat uh, ja, voortborduurt op de idee van Frege, van hou het nou maar lekker eenvoudig, dan doe je al gek genoeg. Nee, ik ben ook bezig met een taalsysteem namelijk. En daarmee een taaltheorie. Het zo leuk zijn als ik daar nog een keer miljonair mee word. Dan uh, heb ik nog wat weg te geven. Ja, ik heb verder qua, qua geld niet veel nodig. Dus. Ik moet geld genoeg hebben voor mijn laptop. Dat uh, zit. Meer is er niet Zo so En dan terug naar het woord. Huh? Kijk, het woord heeft alleen maar inhoud, heeft alleen maar zien als het waar is. Daar moet je eens even over nadenken. Kijk, het woord zonder iets als waarheid heeft geen betekenis. Het slaat nergens op. Dus als je het hebt over het woord, dan gaat dat over de waarheid. Je kan in zekere zin zeggen dat de waarheid is het woord en het woord is de waarheid. En alles wat onwaar is. dat is dus geen woord. Dat is geen taal. Maar ik heb zo'n man uh, afgezeken. Als ik dat mag zeggen, dat vieze woord. Hè, professor Dr. Bert Vermeersen. En die staat dan stil bij het feit dat de zeespiegel hier in Nederland. Zie je voor de kust dat hij met 80 meter kan stijgen. En die man is een leugenaar. Hij is een leugenaar in die zin dat als de zeespiegel met 80 meter stijgt, dat de temperatuur hier op aarde dan wereldwijd met iets van 40, 50 graden moet gaan stijgen. Ja, maar als het zo heet wordt, dan krijg je, punt 1, een onleefbare aarde. En. Ja, het lijkt mij dat dan de lucht heel erg veel water gaat bevatten. Of beter gezegd. Uh, ja, je komt dan redelijk dicht in de buurt van. op sommige plekken van. de, de temperatuur waarbij water gaat koken. En wat voor zin heeft het nou om het te gaan hebben over een aarde waarbij de temperatuur met. tientallen graden Celsius gemiddeld dan is gestegen. Dat is ook nog uitlopers naar boven toe, hè? De temperatuur is natuurlijk van dag tot dag nogal verschillend. En dat verschilt ook nogal van uh, breedtegraad. En als de temperatuur zo hoog wordt, wat natuurlijk, ja, dan heb je gelijk als vraag van waarom zou de temperatuur zo hoog worden. Door de temperatuur hier in Nederland is de afgelopen... Ja, de afgelopen 100 jaar, nou, eigenlijk sinds 1960 is de temperatuur hier in Nederland gestegen met 1 à 2 graden Celsius. That's it. En de vraag is of dat blijvend is. Kijk, als jij drie keer achter elkaar met je dobbelsteen een 6 gooit. Betekent, het niet, betekent dat niet dat je de volgende keer weer een 6 gaat gooien. want het is al drie keer gebeurd. Dus het feit dat de temperatuur hier een aantal jaren achter elkaar. van de 1960 tot nu is het dus 2 graden gestegen. en de laatste 20 jaar stijgt het niet verder. Dat weten wij nu. Nou, en hoe zal het zijn over tien jaar? Ja, dat weten we niet. Dat weten we echt niet. Het kan gaan zakken, het kan weer een beetje stijgen. Maar... Als, je afgelopen, als je uitgaat van de afgelopen twintig jaar, dan moet je verwachten dat het de komende twintig jaar weer hetzelfde zal blijven. Nou, dan wordt het in Nederland helemaal niet warmer. Waarom zou het dan op de rest van de wereld warme, wel warmer worden en... Ja, hoe kan je dan komen aan een temperatuurstijging wereldwijd van 30, 40, 50 graden Celsius? Waar haal je de fantasie vandaan? En als zo'n man dan gaat zeggen. van stel je eens voor dat al het ijs bij Antarctica uh, smelt. Dan ben je aan het liegen. Dat, dat woord heeft geen waarheid. Je kan ook wel zeggen van ja, stel, dat, je, dat alle poezen in Nederland. Dat die dan. Ja, binnen drie, vier generaties. Met de wet van Darwin. Dat ze gaan evolueren en dat ze veranderen. In moorddadige, roofzuchtige panters. Ja. Dan uh, lopen onze baby's gevaren. Dan kunnen onze baby's zomaar aangevallen worden op het kinderdagverblijf door een meute van panters. <laughs> en, uh, en als dat dan gebeurt, hè, dan kan het ook gebeuren dat de honden dat die allemaal veranderen in wolven. Nou. Uh... Ja, drie, vier generaties, dan ja, moet je denken, ja, die honden, ja, dan heb je zo een generatie. Met drie jaar of zo heb je een nieuwe generatie. Dus nu en vijftien jaar, dan kunnen alle honden in Nederland veranderen in bloeddorstige wolven. En dan gaan ze in uh, wolfpeks dan gaan ze bejaarden aanvallen. En die verscheuren ze, terwijl ze nog lopen, proberen weg te komen achter een relator. En worden ze voor de supermarkten en bij betaalautomaten in stukken gescheurd. <laughs> Ja, mensen, we doen allemaal zo leuk over honden en katten, maar ze begrijpen niet welk gevaar we lopen En <laughs> ja, daar ben je de leugenaar. Als je dingen moet je helemaal niet zeggen, dan moet je niet willen, moet je niet aan denken. Het is uh, walgelijk. Ja, serieus. Die dingen, dan moet je maar uh, naast je neerleggen. Dit denk ik beter om mensen zoals Bert van Meersen uh, om te doen alsof ze nooit gesproken hebben. Want wat zij zeggen, uh, wat hun woord, uh, heeft niets te maken met waarheid. Dat is het punt. Dus is het geen woord, dus moet je er ook niet naar luisteren. Ik merk dat ook met die discussie over uh, het klimaat en CO2. Is dat mensen. Uh, ja, ze schuiven dingen terzijde. En, als je als je dan hebt over. Uh, dan heb je van het internet wat gevonden? En dan kom je ermee en dan zegt ze iemand: Ja, zo'n website is onbetrouwbaar. Dat zijn. Uh, ja, er zit geld achter van de. van de olieindustrie en. Uh, allemaal leugens. Ja, nee, van die website, daar wil ik niks voor weten. Nou. Nou, dat, dat was met Wim, hè? Mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. En iemand anders was dan uh, de criticaster. Nou, en overal waar Wim mee kwam, en Wim die, die zit god de tijd op het internet. En die vindt weer hier wat en die vindt weer daar wat. En. Nou, in de regel bevindt hij toch echt wel dingen die interessant zijn. Maar die worden dus door Martin. Gewoon oppaket terzijde geschoven. Alles wat niet in het straatje van Martin past. Dat is allemaal onbetrouwbaar. Nou, toen ben ik eens gaan graven. Nou, dat zo zeggen, ik heb gedacht van ik ga er wat aan doen. En dan heb ik een artikel geschreven. En mij beperkt tot op twee. Uh, op een aantal manieren beperkt. Als eerste ben je alleen maar druk gemaakt over koolstofdioxide, de temperatuur en de zeespiegel. Dus drie grootheden en meer niet. Je kan ook dan wel de concentratie ozon erbij gaan halen en methaangas en zeg het maar. Maar dat dekt ik dus allemaal niet. Want alleen maar koolstofdioxide, zeespiegel en temperatuur. That's it. En dan van die drie alleen maar de gegevens van Nederland. Nou, dan kwam een eerste opmerkelijke ontdekking, namelijk in Nederland wordt er helemaal geen koolstofdioxide gemeten. Vond ik ook erg verrassend. Dat is kennelijk niet nodig. Niemand is er op het idee gekomen om in Nederland koolstofdioxide te meten. Dus het KNMI, die, die doet ook aan klimaatmodellen en die hebben dus de koolstofdioxideconcentratie nodig, maar die wordt dus op deze wereld maar op één plek gemeten. Ha, 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 ha. Dat vind ik nogal maf hoor. Maar goed. Wat is nou? Dus nou, dan maar naar die site toe die het KNMI aanbeveelt. Van wij, halen, wij halen onze gegevens daar vandaan. En dan de temperatuur. Nou, die grootheid wordt wel gemeten door het KNMI. Ja, dan mag ik, ik er van uitgaan. En dan ben ik uitgegaan van de gegevens van de beeld. Daar wordt namelijk gemeten sinds 1901. Nou, en voor de zeespiegel ben ik naar Rijkswaterstaat gegaan. En daar uh, de boel opgevraagd. En werd ik prima geholpen. En ja, dus, uh, geen klachten. Nou, heb ik al die uh, drie gegevens uh, verzameld. En daar een. Nou, eerst niks zoals het hoort. Per bron een, een beschrijving gegeven. van wat die bron aan gegevens uh, oplevert. en hoe die gegevens in elkaar zitten. Huh? En dan uh, een conclusie geschreven. En de conclusie is. Nou, voor wat betreft de Nederlandse situatie. is er niks aan de hand. Punt. De zeespiegel stijgt met 1,7 mm per jaar. en dat doet hij al sinds het begin van de 19e eeuw. Dat weten we niet helemaal zeker, maar daar mogen we eigenlijk wel van uitgaan. Want de zeespiegel stijgt namelijk heel constant. En de temperatuur die wordt gemeten vanaf 1901. En nou ja, wat ik net zei, het sinds de jaren 60, of ja, sinds de Tweede Wereldoorlog, is de temperatuur aan het stijgen. En dat stijgt met een tempo van 0,01, 0,02 graden Celsius per jaar. En de laatste 20 jaar helemaal niet. That's it. Ah. Temperatuurstijging is voor Nederland geen enkel probleem. Dus ja, je kan het jammer vinden dat we geen elf steden toch meer hebben. Maar de vraag is of dat komt van die temperatuurstijging of dat dat komt omdat er niet meer zulke extreem koude winters zijn. Maar ook niet meer zulke extreem koude, extreem warme zomers. Dat het weer minder extreem, minder extreem is geworden. Kan. Maar het maakt mij niet uit. Nee, dan zou jou ook niet uit moeten maken dat het in Nederland wat warmer is dan 100 jaar geleden. En de mate waarin het warmer is, ja, die 1 à 2 graden Celsius, ja, daar voel jij niet weinig van. Aangezien de temperatuur in Nederland fluctueert. Uh, gedurende het hele jaar tussen een paar graden onder nul en... Wat hadden we laatst? 36 graden boven nul. Dus het fluctueert met 40 graden Celsius uitslag. Uh, 20 naar boven, 20 naar beneden. Nou, en dat dat gemiddeld 1 graad hoger zit dan 100 jaar geleden... Ja, wat zal jou het Dat merk je niet. Dat merk je niet aan je lichaam. Het is dan maar de vraag of je dat merkt aan je gasrekening... Want die zou lager moeten zijn. Nou, misschien is dat zo. Tja. Nou, ja, en die zeespiegel van 1,7 mm per jaar stijging. Dat, ja, dat kan Rijkswaterstaat. Ja, die houden dat, zelf, houden dat zelf in de gaten. En ik neem aan dat als die mensen het aanzien komen dat de dijken verhoogd moeten worden, dat zij de eerste zullen zijn om aan de bel te trekken. Want dan krijgen ze een enorme bak subsidie. Dus en aangezien ieder ministerie er baat bij heeft dat ze zoveel mogelijk inkomen hebben. Ja, kan je er echt van uitgaan dat als Rijkswaterstaat ook maar een mogelijkheid ziet, dan gaan ze gelijk moord en brand gillen. En dan kunnen ze per onmiddellijk honderd ambtenaren erbij aannemen. En ja, snap je, tuurlijk. Ja. Nou, en die, uh, die Martin dan, uh, die reageert dan met dingen als van ja. En de temperatuurstijging in de beeld, dat. Uh, uh, ik wil wel even zeggen dat het klimaat. Doet niet aan grenzen. En dan krijgen we dat. Huh? dat is Wim Kruidertuin, die komt met uh, wereldwijde. globale gegevens. Maar die worden door meneer Martin. even tezijde geschoven. Want dat zijn allemaal mensen. en die worden betaald door de olieindustrie. En dan beperken we ons tot. Uh, hele duidelijke. aanwijzbare set gegevens. waarvan de bron. Boven iedere twijfel verheven is. En dan gaan we zeggen. Ja, maar het klimaat. houdt niet van. Uh, doet niet aan grenzen. Kijk, dat is. Daar is toch een leugenaar aan het woord. Dat. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Of daar zou zo zeggen. We hebben het dan niet echt over een. Ja, noem het maar een, een klimaatdiscussie op uh, basis van feiten. Dan gaat het meer over klimaatemotie. Het voelt voor hem zo. En bij herhaling zegt die man dan ook: uh, Ik geloof dat tussen nu en honderd jaar. Uh, gaat de hele mensheid uh, naar de Rasmodee. en er is niets wat we eraan kunnen doen. En dat moet het ook allemaal maar zo zijn, hè? Dus dan mag je niet komen met een lijstje gegevens van het KNMI... waaruit blijkt dat, dat er helemaal niks aan de hand is. En ook Rijkswaterstaat zegt dat er niks aan de hand is. Waar moeten we ons dan zorgen over maken? Toch? Of beter gezegd, wat is nou de gedachte van die man... Hij zei ook van, kijk, door CO2 krijg je meer plantengroei. En hij zei ja, maar dat kan nooit al die CO2 uit de atmosfeer absorberen. En dat CO2 goed is voor plantengroei, dat is ook alleen maar in kassen en dat kan niet in de buitenlucht. Daar heb ik gelijk op gereageerd, van, waar haal je dat vandaan? Waarom zou een plant in een kas wel baat hebben bij koolstofdioxide? En waarom zou diezelfde plant, plant buiten een kas geen baat hebben bij meer koolstofdioxide? Waarom? W hoezo? Zo van, uh, Piet, die wordt dronken van je neven in de kroeg, maar als hij uh, je neven drinkt terwijl hij buiten staat, dan blijft hij altijd nuchter. Dat is toch gewoon niet waar? Nou, dat haalt hij er dan maar even bij. Want je mag niet zeggen dat CO2 een positief effect heeft, daar komt het al op neer. Je mag niet zeggen dat CO2, een hogere concentratie, hè, een positief effect heeft. En dat heeft het, dat is ook maar één, maar het positieve effect van een hogere CO2-concentratie is dat de planten harder gaan groeien. En dat mag iedereen leuk vinden en blij mee zijn. En de waarheid is heel belangrijk en. In deze tijden ja, is iedereen bezig met. Hoe noem je dat ook alweer? Sofistiek of zo? Allemaal van dat zeg je nou wel, maar. Ik weet nog dat ik aan een student een taalfilosofie, uh, echt een bobo, die jongen was een soort golden boy. Heel erg goed in taalfilosofie en taalstructuren, uh, theorieën, uh, dingen zo. En die liet ik uh, de website zien van. Uh, Architects and Engineers for 9-11 Truth. Architecten en ingenieurs voor de waarheid van 11 september. En hij had dat nog nooit gezien. En ik laat hem zo wat zien, hè. En, uh, een paginaatje hier, een paginaatje daar, en dan heb je een filmpje, en uh, dan hier is een statement. En, uh, en hij keek er zo naar. En hij zei, zo uh, bijna gapend: zo van, uh, ja, ja, en dat uh, moet mij overtuigen. Tch. En daarmee was voor hem de kous af. Dat is opmerkelijk hoor. En ik sprak ook een jongere jongen, een jaar of twintig of zo. Die kende ik verder niet, maar hij stond op straat, stond die mensen kranten in de handen te duwen. En ik vroeg aan hem: Van wat vind jij van het officiële verhaal rondom de aanslagen van 11 september? Nou, zei hij: Van het officiële verhaal geloof ik helemaal niks. Ik zei: Oh. Ik zei: En. Hoe zat het jou van, volgens jou wel in elkaar? En dan met name, wie heeft het volgens jou gedaan? Waarop hij zei: Ik heb geen flauw idee. Kijk, nou vind ik het antwoord van die jongen wel uh, geruststellend in die zin: dat hij dan zegt dat hij het officiële verhaal niet gelooft. Want je moet de mensen de kost geven die het officiële verhaal geloven. Maar dan vraag je aan hem: van wie heeft het dan wel gedaan? En dan zegt hij: weer, Ja, nou ik zou het niet weten. Dan denk ik: van ja, dan moet je daar toch achter zien te komen. Dan moet je toch als de wie de weerga op zoek gaan. Het aantal directe doden van die aanslagen, het waren er twee, hè? twee vliegtuigen. <laughs> dus vandaar de aanslagen. Oh ja, er waren er nog meer, hè? het waren vier vliegtuigen, van er eentje is neergestort. En die is verdwenen in de grond. Dat is ook zoiets, dat gaan we dan zo vanuit, hè? maar ja, dat kan. Dus, uh, soms als een vliegtuig neerstort, dan, uh, ja, dan heb je allemaal troep. En soms als een vliegtuig neerstort, dan is er helemaal niks. Dan kuil. Ja. Ja, dat is nu een keer zo. Ja, dat ene vliegtuig, dit, ja, dat wel, maar het andere is er niet. Dat, was dat, dat vliegtuig bij, uh, was in Pennsylvania, in Shanksville of zo, hè? Vlucht 93. En dan heb je nog uh, dat vliegtuig wat in het Pentagon is gevlogen? Nou, daar klopt ook helemaal niks van. Van dat officiële verhaal. En dan die, die twee vliegtuigen in die twee torens van het World Trade Center. Het Wereldhandelscentrum. Daar in New York. Nou, van dat verhaal klopt ook helemaal niks. En heel veel mensen die denken: Wil je ook niet? Wat stond er in de krant? Ja. En dan zijn er dus ook mensen en die weten dat het officiële verhaal gelogen is. En denken van ja, hier wil je nog koffie? Het interesseert ze niet veel. En dat zou ze wel moeten doen. Het zou ze veel moeten interesseren. Als er iemand liegt, dan moet je onmiddellijk op je hoede zijn. En op nader onderzoek uitgaan. Amas. En, en dan iedereen het liefst op zijn eigen manier, en dan maken we de grootste kans om een antwoord te vinden. En dat is niet. Ik weet het inmiddels dat het de pauze was. En daar heb ik niet het keiharde bewijs van. Maar er zijn wel de bewijzen van de rol van de paus achter de Tweede Wereldoorlog. En de rol van de paus achter de Eerste Wereldoorlog. En de rol van de paus achter de oorlog in Vietnam. En zo kan ik nog even doorgaan. Nou, als de paus bij al die oorlogen betrokken was, waarom zou hij dan nou niet betrokken zijn bij de oorlog tegen het terrorisme? En zoiets als de Tweede Wereldoorlog, daar zat de paus dus achter beide partijen. Dus, waarom zou hij die, die truc niet aan het begin van de 21ste eeuw herhaald hebben? Hij heeft die truc al zo vaak gebruikt. Ja, door partij A heeft oorlog met partij B. En hoe kan dat nou? Nou, je hebt die beide partijen uh, gesteund... Aangezet tot oorlog? Door Osama Bin Laden, dat was geen fijne vent. Die heeft niet die aanslagen van 11 september gepleegd, maar het was geen fijne vent. En die werd gefinancierd vanuit Amerika. En Amerika is van de paus. Amerika heet ook wel in onze bijbelse kringen Romerica. En heel treffend, die, die rivier die bij Washington loopt, weet die rivier ook weer. Kijk maar. We? Dus dan uh, Georgetown. Georgetown. University. Ja, dat is Washington. Georgetown, Washington. Even kijken. Even Maps. The Google erbij. Eh? Die rivier heeft een aparte naam. Jo. Nou, hoe heette die rivier nou ook alweer? Kijken of ik ze snel kan vinden. Oh ja, natuurlijk. De Potomac rivier. De Potomac, denk ik. Ah, de Potomac, die heette vroeger de Tiber. <laughs> en de Tiber, dat is die rivier die loopt door Rome heen. Ja, ja. Georgetown University, Washington, DC. Dat ik het even weet. De pauze zat erachter. Kan bijna niet anders. En de pauze zit ook achter die. Uh, die beweging die uh, iedereen loopt uh, te indoctrineren met het feit dat wij wat aardiger moeten doen uh, naar mensen toe die seks willen hebben met mensen van hetzelfde geslacht. Terwijl het vroeger zo was dat je het nooit had over seks. Seks, dat was iets voor achter de gordijnen. In de slaapkamer. En daar had je het niet over. Je moet het hebben over dingen. Ja, zijn, uh, ja seks is geen publiekelijk ding. Zo, uh, zo moet je dat niet zien. Dus mensen die dan zeggen. Ik ben uh, homoseksueel. Ik ken het over mensen die dus. Uh, ik ken dus een aantal mensen en die zijn dan homoseksueel. En dat... Ja, dat weet ik dan, dat die mensen dat uit vrije wil, zonder dat ik erom vroeg, uh, dat ze mij daarvan op de hoogte hebben gesteld. En ik denk, ja, ik wil dat helemaal niet weten, want ik ben niet. Ja. Ik heb ook wel eens het idee gehad dat iemand dat tegen mij zei, dat ze lesbisch was. Dat ik dacht, ja, denk je dat ik je probeer te versieren of zo? Ga toch weg? Ik wil toch helemaal niet weten of iemand lesbisch is, maar maak me dan nou uit. Totaal oninteressant. Maar de paus die zit erachter. Dat, uh, dat weet ik. De paus is ook bezig om uh, dat soort mensen uh, te trouwen, dat homohuwelijk uh, in te voeren. En dat kan helemaal niet, dat slaat nergens op kan ik net zo goed gaan trouwen met mijn vriend Wim. Omdat we zoveel van elkaar houden. Wij gaan er ook niet trouwen. En als het dan zo moet zijn... dat uh, als Wim komt te overlijden... dat ik dan... weet ik veel... dat ik zijn spullen erf of zoiets. Daar kunnen we toch overeenkomen. Wim kan er ook... als Wim een pensioen heeft afgesproken... Uh, afspreken met, uh, met een notarisadvocaat of zo... dat. Uh, ik aanspraak, ma aanspraak mag maken op zijn pensioen als hij komt te overlijden. Waarom niet? Hm. Voor de rest is uh, dat hele gedoe van trouwen, dat gaat toch om het, gezin, het stichten van een gezin. En ja, twee mannen die. Ja, dat zijn twee mannen, dat vind ik geen gezin. Ja, de paus vindt van wel. Want dat staat namelijk niet in de Bijbel. En als het niet in de Bijbel staat, dan denkt de paus al snel van: nou, ik vind van wel, want dat staat niet in de Bijbel. Dat is ook zoiets met waarheid. De paus zou eerlijk moeten zeggen, ik en mijn organisatie, wij gebruiken de Bijbel daar waar het ons uitkomt. En daar waar de Bijbel dingen zegt, die niet stroken met wat wij doen. Daar willen we het niet over hebben. Die Bijbel, dat doen we niet aan. Maar we hebben een soort uh, katholieke versie van de Bijbel en daar doen we alleen maar aan. En dat is wat, wat ons dan goed uitkomt. Dan doen we aan de Bijbel en voor de rest doen we er helemaal niet aan. Zodat iedereen die christen is. dan ook weet dat als hij met een katholiek zit te barbecuen. dat hij met een niet-christelijk iemand zit te barbecuen. En dat je dus moet evangeliseren. En dat je tegen zo iemand moet zeggen: van, Goh, joh. gaat het nog een beetje? Met jou en je leugengeloof. Dan moet je toch ziek van worden of niet? Dat ja, zeg je dan tegen een katholiek. Heb je daar geen lichamelijke klachten van? Nou, zijn er bijna geen beleidende katholieken meer. Maar... En het is ook niet bepaald een manier om te evangeliseren, dat uh, komt niet lekker binnen. Maar... Maar je zou wel zoiets eh, vanuit die gedachte, eh, derge Gedanken, om even naar vreken terug te keren, tegen zo iemand moeten spreken. Het is geen christen. En katholieken zijn geen christenen. Het zijn heidenen. Heidenen onder een vernis, een, een sluier, een façade van christendom. Ik heb nog liever iemand die zegt van. Uh, ik ben helemaal ongelovig. En uh, la En dan gewoon recht vooruit komen dat hij niet van de Bijbel is. Als het dan ook zo is. En dat is dan meestal ook zo. Huh? Want waarom zou je het anders zeggen? Dan dat je iemand hebt die zegt. Ja, ik ben christelijk. Oh ja. En dan blijken ze katholiek te zijn. Ja, maar dan ben je niet christelijk. En in Matthäus 6 staat. Dat je niet uh, moet bidden in herhalingen. En dat je er geen ijdele woorden bij moet gebruiken. En dus als je bidt, dan dat doe je punt 1 in de beslotenheid van je eigen ruimte. Dus met de gordijnen dicht, net als seks. Niemand hoeft te weten dat je bidt. Of je moet samen bidden, dat kan natuurlijk ook, maar... Maar dat is ook helemaal niet je dat, of niet helemaal je dat. En als je dan bidt, dan bid je in je eigen taal, in je eigen woorden. En dan zeg je, God, dit en dat. Ik kan u een handje helpen, want ik kom er niet helemaal meer uit. En gaan bidden om kracht. Je moet niet bidden om spullen, hè. Heel nou goed. ja, mijn vrouw, hè, die krijgt van die hangtieten. En ik dacht, kan je er niet wat aan doen? Hè? Want eigenlijk vind ik dus hangtieten vind ik helemaal niet zo mooi. Ik heb eigenlijk liever een vrouw met van die, uh, ja, van die, uh, ja, je weet wel, die tieten die je wel ziet in die uh, natuurfilms. Dat werkt natuurlijk niet. Hè? Ja, dat is de waarheid. Hè? Het is ook de waarheid dat je het mag hebben over bidden. Je mag het wel over hebben in die zin, zoals het in de Bijbel wordt besproken. Want je mag wel bidden, het heeft ook wel zin. Maar je doet het niet bij herhaling, zoals de katholieken dat doen. Dat doen ze hoor, dan hebben ze een roosterkrans en die gaan ze in de ronde. En dan gaan ze rustig zes keer achter elkaar, gaan ze wees gegroet Maria oplopen druinen. Dan ben je ziek bij je hoofd man. Of je wordt er ziek van in je hoofd. Dat is belachelijk. ...moet je niet doen. En dan. En dan kijk ik dus naar die katholieke YouTube-kanalen. Uit nieuwsgierigheid en voor de nieuwsgaring... En nou, soms komen ze met iets en daar maak ik dan weer een uitzending over. Dus ik, nou, ik volg ze. En dan gaan ze daar. Er is er één zo'n kanaal. En die man die wil dan per se voordat hij dan begint met een interview of zo, en dan moet even het uh, onze vader CQ het weesgegroet Maria opgedruind worden. En dan ook nog in het Latijn. Dat mag helemaal niet. Dat is absoluut onbijbels. En dan kan jij zeggen: Ja, Peri, dat is ook een van de redenen waarom ik helemaal niet doe aan het bijbelgedoe. Want zie je wel, je krijgt er alleen maar heisa van. Ja, maar dan nog mag jij, je bewust zijn dat die, mag jij je er bewust van zijn. dat wat die katholieken doen, dat dat onbijbels is. En dat ze beweren dat ze van de Bijbel zijn. En dan moet je nu niet gaan zeggen, well, ja ik ken ook een protestant die dat doet, ik zeg het nu van katholieken. En dit gaat niet over zomaar een katholiek, nee, dit gaat over hardgrondig, geldt dit voor elke katholiek. Voor de hele organisatie. En uh, dat is Matthäus 6 of Matthäus 7, dat zijn twee hele goede hoofdstukken van de Bijbel. Ook andere zijn ook goed, maar dit zijn twee makkelijk te begrijpen, ja, goed weg te lezen hoofdstukken. Die heb ik trouwens op mijn kanaal staan. Die bespreking heb ik samen met Jurk gedaan. Jurk Liesman uit Leuven. Heel helder heb ik daar met hem de zaak besproken. Is erg goed. Nou, daar staat ook: noem niemand op deze wereld je vader. Nou, wat doen ze binnen de katholieke kerk? Iedere priester dient aangesproken te worden met Vader. En dan de paus die moet aangesproken worden met Holy Vader. Ja, hoe heidens kan je het willen hebben? En als dan ook nog die katholieken de baas zijn over iemand zoals Donald Trump. Nou, dan mag jij gaan beseffen dat die hele discussie wie er nou beter is. Hillary Clinton, die van de pauze is. Of Donald Trump, die van de pauze is. Het maakt echt geen sodemieter uit, snap je? De waarheid is dat wat is en dat wat telt. Ja. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag, lieve kinderen, van de waarheid.